De Rotterdamse broers, de ene student geneeskunde, de ander bedrijfskunde, waren die zondagmiddag met hun neef op weg naar de wedstrijd Feyenoord-Roda JC, toen ze bij het stadion per toeval in de protestmars terechtkwamen. Nou, wij kwamen aanlopen vanaf de trein en toen kwamen wij naast de protestactie kwamen wij aanlopen aan de zijkant hier zo bij de stoep. Toen ben ik gaan filmen, want het was natuurlijk best interessant. Iedereen begon opeens te rennen. Nee, ik ga hier niet tussen staan. Hoor. Mijn broer zei nog van, we gaan hier niet tussen staan. En toen wilden we daarin lopen en toen stonden we vast, want daar kwam ook aan mee. En toen konden we niet meer weg. Wij werden eigenlijk vastgehouden, terwijl we nergens iets mee te maken hadden. En met ons nog een heleboel andere mensen. Je zag hier een vader met twee kleine kinderen naast zich die allebei aan het huilen waren. En die eigenlijk ook niet weg mocht. De drie jongens werden samen met de rest van de groep vastgehouden naast het stadion en vervolgens naar het politiebureau gebracht, waar ze werden gefotografeerd en geregistreerd. Ze krijgen een boete van €220, maar dat is niet het enige. Voor zover wij hebben gelezen in de media, betekent dit ook dat je een strafblad krijgt en dat je geen verklaring omtrent gedrag kan aanvragen. En dat is natuurlijk wel schadelijk. Je mag met een strafblad sommige landen niet in. Dus het levert gewoon een heleboel gedoe eigenlijk. In een brief aan de burgemeester en aan de gemeenteraad doen ze nu een verhaal. Ook hebben ze voor de raadsvergadering van morgen spreektijd aangevraagd. Wij hopen eigenlijk dat ze ook ons verhaal meenemen. En het feit dat er ook een heleboel mensen bij zaten die eigenlijk niks mee te maken hebben. En dat de politie en de gemeente voortaan wat beter nadenkt voordat je een groep van 400 mensen vastzet zonder ze gedurende 5 uur iets aan te geven.